Wat is op 100 meter. Galopaard achter de auto van Falco du Bordage. Begint op achterstand. Het start is gevallen. Robin Bakker heeft gehoord. Jij neemt de kop en geeft hem niet meer af. En Bakker is met zijn missie onderweg. Wordt aan de binnenkant wel opgevangen door Ennis Stone. Ennis Stone gaat naar de binnenkant. Aan de buitenkant daarnaast Diva Divine. Daarachter op plek 3 aan de relingzijde gaat nu van de benen. Dennis Minna was zijn paard. En dat is Dekli Sautreu. Die komt op de binnenbaan. Nummer 2, 2 galop. En als je op de binnenbaan komt, is de koerslijk voorbij. Dat is nu ook het geval. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. En een Stone houdt de leiding. Diva Divine krijgt hem dus niet. En daarachter ligt al op plek 3 de favoriet Dillinger Gentile. Nu is Misha Brouwer aan het nadenken. Zal ik doorrijden of niet? Wat is handig, wat is niet handig? Terug naar binnen kan die al niet meer. Want de binnenkant wordt nu opgevuld. Nummer 1, nummer 1 galop. Door Etoile d'Aldrica. Etoile d'Aldrica met Jos Verbeek loopt het gaatje dicht. En het veld schuift in elkaar. En één deelnemer gaat zelfs naar het derde spoor. Gaat naar voren. Dat is Diamond AR. Diamond AR, als hij vlak blijft, loopt hij zo'n heel veld makkelijk zoek. En Kooijman is aardig onderweg. Als hij deze bocht doorkomt, is hij nog verder onderweg. En zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune in. Als ze straks de finish passeren, nog één ronde te gaan. En de leiding is nog altijd in handen aan de relingzijde van Ennis Stone. Aan de buitenkant daarnaast komt Diamond AR. Daarachter aan de relingzijde volgt dan Diva Divine. Daarachter volgt dan aan de relingzijde Verbeek met Etoile d'Aldrica. Dan Misha Brouwer aan de buitenkant. Dillinger Gentile tussentijd 17-7. Jaap van Rijn ligt er heel makkelijk in met E.T. du Loire. En daarachter Dickie Hof. Ook Dickie is aangesloten met Beau Gaillard. Andere paarden zijn niet meer aangesloten. Zijn waarschijnlijk ook uitgeschakeld. En zo gaan de paarden de rechterbocht door. Niet uitgeschakeld en sluit nu weer aan Anne Leeman met haar paard Dream Gibus. Paarden gaan de rechte lijn overzijde in en het tempo gaat duidelijk omhoog. En de koploper staat onder druk. En een Stone, want Diamond AR zet de tanden op elkaar. Als Diamond AR de tanden op elkaar zet, dan moet je daar de vingers niet tussen hebben. Want dat doet pijn. Diamond AR aan de buitenzijde neemt nu de leiding over. Daarachter aan de buitenkant Dillinger Gentile. Hij kan nog niet naar binnen, Kooijman. Hopelijk heeft hij dat gezien. Hij ziet links soms wel eens wat minder. En een Stone heeft nog steeds een voorbeentje ertussen. Zo gaan ze de laatste bocht in. Kooijman heeft het wel degelijk in de gaten. En een Stone komt weer terug aan de binnenkant. En zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Vier paarden gaan zich nu afscheiden van de rest. Ook E.T. du Loire komt nu bij de kopgroep. En zo zijn ze in de laatste uitgeschakeld met drie galop en onregelmatig. Gaat eruit ook vanwege de gang. En we zijn met drie paarden in de laatste rechte lijn. Diamond AR, Dillinger Gentile en E.T. du Loire. Die drie paarden op één lijn zijn op weg naar de streep. En aan de relingszijde Diamond AR, midden van de baan Dillinger Gentile. En die wint hem. De tweede voor PD. Go baby, go go go. Diamond AR tweede, E.T. du Loire derde. En vierde wordt toch nog Dickie Hof met Beau Gaillard. 15-6 voor de winnaar.